Zo begon een van de drukste dagen op de mediaterrein. Nu nog even afwachten of de grote scoutshow een groot landelijk succes wordt. Volgens Henk-Jan Fortuyn moet dit lukken. Volgens de financiële middelen die in dit project zijn gestopt. Frits Oosterman, PTW Nieuws. Ja, bedankt voor je bijdrage, Fritsie. We spreken hier morgen weer. Zoals bekend zijn er veel financiële middelen benodigd geweest voor de grote scoutshow. Ik ga daarover praten met onze floormanager van dit ambitieuze project. Meneer Fortuyn, u bent floormanager van de grote scoutshow. Wat houdt de functie precies in? Nou, goedenavond Fredje, dat zal ik je eens vertellen. De floormanager schrijft, regisseert en regelt de hele scoutshow. Dus als ik het goed begrijp, heeft u niets meer te maken met de productie? Dat heb je helemaal goed, Fredepet. De scoutshow wordt geproduceerd door een groot productieteam. Dit team wordt op haar beurt weer betaald door onze grote sponsors. De mensen die de productie eigenlijk in handen hebben. Ik hoor enigszins een negatieve ondertoon in uw woorden, meneer Fortuyn. Juist zo, Freddy Boy. Het gaat slecht in Medialand. De productie van radio en televisie is niet meer in handen van creatieve en energieke mensen zoals ik. Het zijn de grote bazen met geld die het tegenwoordig voor het zeggen hebben. Ja, nou, ik denk dat je gelijk hebt. En mijn inziens is inderdaad dat het een betreurenswaardig feit is. Zoals een productie als de grote scoutshow, geproduceerd van en voor scouts, wordt een commerciële business. Laten we maar hopen dat commercieel gaan een hype is. Maar zeg eens, meneer Fortuyn, wat is het geheim achter het succes van de grote scoutshow? Ach Fred, de grote scoutshow is een wervelende en bruisende show, gemaakt door scouts voor de scouts. Het scoutinggevoel is erg belangrijk voor zowel de sterren van het programma, als voor de kijkers. En dat is nog niet alles, want de groep sterren van de show kan door kijkcijfers verdienen de grote winnaar worden van de landelijke scouting show. Oké, het is me helemaal duidelijk. Mag ik u bedanken voor uw komst, meneer Fortuyn? Ja hoor. Oké, tot ziens. Op slot van deze uitzending schakelen we over op Shoot Moon voor het weerbericht.